There's a vehicle scene. Tag on it. Ombreking aan deze tentronde kregen we dan twee meisjes aan de leiding. Bij Goklaar richting Ankelsijn noteren we een voorsprong van 15 seconden. Top left, hè? Nee, ik kom, hè? Nee, ik kom.
begeleiden in deze grote prijs. Schilder en decoratiewerken, Marco Jansen. Even demonstreren. Oh, hoor. En moet terug, ja. Ja, om dat. Van het einde nog drie ronden. Platier, drie laatste, nog drie ronden. Met ruim 1 minuut de voorsprong was het bij vorige doortocht. Ja, dat draait rond. U ziet dat die hebben de goede afspraak van hun klasse goed te verdelen. Voilà, dan komt het peloton dus ook op 3 ronden van het einde. Nog 3 ronden, een kort flatour. 3 ronden, 3 laps. Het verschil is 1 minuut 20. Dus nog altijd die goede samenwerking wellicht. Maar ja, de finale wordt nog stuk te rijden. Dus en dan kan dat wel helemaal opgaan. 2 ronden nog te doen. 2, 3. De premie in de wacht. Het is terug om over hem nog 3 ronden. De koer nog 2 ronden. We krijgen een man van op dit moment van de minuut in de audio. Nog 4 ronden voorzonder. Voor de kop, een van de wedstrijd, maar wie dat is nog de grote vraag. Laatste ronde, derde, laatste ronde.
met de doel van het spelletje gedaan heeft. Iemand die daarvan gezicht gereden is. En nog een tijd van zilver tijd. Hij is groot goed daar weer. Laatste ronde, laatste ronde, de retour. Laatste ronde. Ja, houden we in de gaten, mensen en laten we horen. Wat een geweldige eindfase. Ik dacht dat we het verder nog te komen noemen. Ook hier is de strijd nog een keer vooruit. De strijd om de 11e plaats. Met grote halen het telefoon vooraan gaan en het is de zilverstrijd die daarin lukt. En dan die telefoontje met de keer. En het applaus is natuurlijk ook helemaal bij jou, Elsbel. Belmans, dames en heren, geef ze een geweldig applaus. Sorry. Mensen, dat smak, hè? Ja, 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 ja. Voilà, dat heeft hij onze oproep vandaag. Voilà, van de graven kunnen een mooie plaatje alvast van maken. De bloemetjes voor Liesbeth, die ons niet gehoord heeft. Wel, dan komen die bloemetjes ook al goed terecht. Els, ja, jullie zijn er tienen voorop en dan gaat het heel goed. Ja, en dat was een goede samenwerking. Ik wist van vorige keer van tot op heden was het goed als ik ging dat op Liesbeth. En ik wist, ik moet nu eerst de tickets en dan gaat het goed. Valerie, jij bent zeer sterk in deze wedstrijd voor de dag gekomen. Je was constant mee in het officier. En ja, je gaf het heel sterk indruk in elk geval. Die goede samenwerking, dat ging 100% op. Ja, het was eigenlijk van in het begin dat de samenwerking heel goed was. Ze werkten allemaal heel goed samen. En ja, ik even op 30 seconden, dus ik dacht eigenlijk dat we nog teruggepakt gingen worden. Maar dan ineens was het een minuut en dan iedereen was er wel los. En ja, dan waren jullie bij de schot natuurlijk. En dan ga je die goede samenwerking, die gaat misschien een beetje omslaan. Want dan ga je Liesbeth komt erbij staan alsjeblieft. Els gaat in het midden van het plaatje. Liesbeth komt maar bij. En bloemetjes voor jou ook natuurlijk. Die zijn dus. Kom maar aan deze kant. Misschien staan Liesbeth, ja, en zoetjes ook. En de bloemen, zo dadelijk. Komen we bij staan, want we poseren ook bij de foto. En dan komen we bij staan, dan gaat Els in het midden. En, want dan ga je naar de finale toe. Liesbeth, jij komt dan met de rasse schreden uit dat peloton. Dat was een bizarre sprint hier. Ja, dat was het allemaal niet meer. Ik moest even. Ja, ik had het misschien iets te groot laten horen. Het gaat over met mijn toeterij. Maar ik bleef eigenlijk redelijk wat tempo in het peloton. Dus ik dacht, oké, ik ga nog even afwachten. Maar ik had wat te lang gewacht. En ja, het is nu nog leuk. Heb je dat deze moeten bekopen? Ja, vooral op
laatste, waar ik denk van, oh, als ik nu maar niet meer denken, dan heeft hij een dun was aan. Maar toch, het is goed, je hebt zeker vast getoond voor de mensen hier in Arendonk en je bent in volle voorbereiding aan dingen waar je vanaf meer in mocht, hè? Ja, ik wil een beetje kijken naar de Olympische Spelen en